Acura Medisch Centrum hebben we het al vaker over lipofilling gehad. Maar daarin gaan de ontwikkelingen razendsnel. En vandaag laat dokter Pascal Duisters ons een nieuwe behandeling zien. Een behandeling waarin het eigen lichaamsvet gebruikt wordt. Maar voor we zover zijn, gaan we eerst in gesprek met Mark Thijsselink van Sure Medical. Mark, ik wil graag van jou weten, lipofilling, hoe lang bestaat dat al? Nou, lipofilling is niet nieuw. Dat wordt waarschijnlijk al meer dan 100 jaar gedaan. Het is wel zo dat in de laatste 5 tot 10 jaar daar een behoorlijke nieuwe ontwikkelingen zijn gekomen. Waardoor we ook zien is dat het toepassingsgebied en de voorspelbaarheid van de procedure steeds beter is geworden. Ja. Jullie bedrijf leveren de producten in deze en jullie begeleiden ook de artsen in de behandeling. Hoe ziet die behandeling er ongeveer uit? Kun je dat kort even toelichten? In principe bestaat een lipofilling uit 3 stappen. Waarbij de eerste stap is dat je natuurlijk bij zo'n patiënt of bij een klant eerst een hoeveelheid vet ergens zult moeten verwijderen, wat je gaat gebruiken. De tweede stap is dat je dat vet gaat reinigen, gaat ontdoen van die materialen die eigenlijk een negatief effect hebben op de overleving van het vet. En de derde stap is dat je eigenlijk heel gedoseerd en heel gecontroleerd dat vet weer terug gaat brengen op die plaats waar je het graag gaat doen. Ja. En dan het reinigen van het vet, dat is echt een hele nieuwe ontwikkeling. Hè? Dat gebeurt en jullie hebben daar een soort zakjes voor. Ja, ons bedrijf levert daar een PureGraft systeem voor. En je moet het zo zien, vroeger was het zo is dat vet veelal gecentrifugeerd werd. Omdat er toch een grote hoeveelheid vocht in zit. En een centrifuge werd daar gezien als een beetje een gouden standaard. Ons bedrijf specialiseert zich op het gebied van lipofilling. En we gebruiken daarbij een lipodialysesysteem. En dat is een systeem wat bestaat uit een aantal filters die in een systeem zitten. Zoals je dat hier kunt zien. Waarbij een eerste filter zeer fijnmazig is wat vetcellen zeg maar, tegenhoudt. Wat andere materialen doorlaat zoals olie, vocht en rode bloedcellen. Die worden aangezogen door het tweede filter en wat vervolgens naar een drainagezak gaat. En dat betekent in de praktijk dat het na het reinigingsproces dat een arts een zo zuiver mogelijk vetweefsel overhoudt. En dat hij op dat manier optimaal in kan zetten voor de lipofillingprocedure. Ja, en waar kun je dat dan voor gebruiken? Bijvoorbeeld voor het gezicht, maar je zegt net ook bijvoorbeeld bij je borstvergroting. Ja, er zijn inderdaad verschillende opties voor. Ik denk dat zijn oorsprong voornamelijk ook een stuk ligt bij het gebruik van borstreconstructies. Je kunt zich voorstellen als iemand een gedeelte of een borsttumor heeft gehad en dat verwijderd is, waarbij slechts een klein deel van de borst weggenomen is, dat moeilijk op te vullen is met een implantaat. Dus daar ging men kijken, oké, kunnen we daar een patiënt zijn eigen vet voor gebruiken? En je kunt zich voorstellen dat het gebruik van eigen vet nogal wat voordelen heeft. Ik bedoel, we praten hier niet over een implantaat, we praten hier over eigen weefsel. Dat betekent dat je geen afstotingsreactie krijgt. Dat betekent ook dat het weefsel op het moment dat het ingebracht is, zich gaat gedragen als je eigen weefsel. Het is tenslotte ook je eigen weefsel. Dus de laatste ontwikkelingen die we nu sterk zien in Nederland is het gebied van het gelaat. Je kunt zich voorstellen dat veel mensen kennen fillers of botox. Veel artsen kennen lipofilling in het gelaat, maar voor de klanten en voor de patiënten die zijn er zelf nog minder bekend mee. Maar je kunt zich voorstellen als u zeg maar ouder wordt, dat men op een gegeven moment in het gelaat een volume gaat verliezen. Waardoor het gezicht wat invalt en je wat oudere uitstraling gaat krijgen. Rimpels, daar begint het mee. Maar uiteindelijk kun je behoorlijk grote volumeverlies in het gezicht krijgen. Nou, dat kun je met lipofilling. Kun je dat volume dus zeg maar terugbrengen. Dat is niet iets wat maar 6, 9 of 12 maanden blijft, maar dan praten we echt over jaren dat gewoon blijft zitten, dat vet. En niet alleen dat het volume daarmee teruggebracht kan worden, maar het vet bevat ook heel veel positieve cellen die zeg maar ook weer zijn uitwerking heeft op de overliggende huid. Dus je ziet buiten het feit dat mensen hun volume in hun gezicht weer terugkrijgen, hè? Denk maar toen u een baby was, had u allemaal een fijn rond en vol gezicht. Dus je brengt het volume terug. Maar daarnaast heeft het inderdaad ook een hele positieve uitwerking op de overliggende huid, die er ook een stuk jonger en vitaler uit gaat zien. Voor de behandeling gestart wordt, bespreken arts en patiënt de procedure. Ook hier is weer het uitgangspunt een natuurlijke uitstraling. Het werkt het prettigst als de patiënt foto's meeneemt van vroeger. Voor de arts belangrijk, omdat hij dan een duidelijk beeld heeft waar het gezicht in het verleden voller was. Het is belangrijk dat arts en patiënt op 1 lijn zitten. Alleen zo kan er gewerkt worden naar beider tevredenheid.
Om een jeugdige en frisse uitstraling te krijgen, heeft het gezicht volume nodig. En hiervoor wordt in deze behandeling het eigen lichaamsvet gebruikt. Het vet wordt weggezogen bij de knieën en de bovenbenen. Na een verdoving wordt een vloeistof ingebracht die de rode bloedlichaampjes als het ware dichtknijpt. Dit om te voorkomen dat er anders te veel bloed wordt meegezogen. Dus ik ga nu wat vloeistof inbrengen. Gaat het? Ja. Vervolgens wordt het vet afgezogen. Het vet wordt als het ware weggeschraapt en opgevangen. Een procedure die enige tijd in beslag neemt. De arts weet van tevoren precies hoeveel vet hij nodig heeft. Is dat goed? Inmiddels heeft de arts op het gezicht de lijnen aangegeven waar het vet weer ingespoten wordt. Dat gebeurt met kleine injecties op meerdere plaatsen in het gelaat. Mooie bijkomstigheid is dat de huid aanzienlijk verbetert na de behandeling. Het gelaat is niet alleen voller, rimpels zijn verminderd, maar de huid laat ook een betere doorbloeding zien. Een lichte zwelling na de behandeling is normaal. Na enkele uren mag de patiënt weer naar huis. Het resultaat is na enkele dagen duidelijk zichtbaar. Een unieke behandeling die de markt van rimpelfillers gaat veroveren.